Goedemorgen. Wat heb ik slecht geslapen? Ik weet niet hoe het komt, maar ik heb gewoon slecht geslapen. Dus ik ga zo meteen weer lekker trainen. Nou ja, en dan. Ik weet niet dat ik vanmiddag ga fietsen, want ik denk dat ik van een uurtje ga slapen. Volgens mij ben ik pas om half vier in slaap gevallen. Zo voel ik me ook of er een trein over mij heen is geweest. Maar in ieder geval, ik ga even lekker trainen. En natuurlijk heb ik dan weer mijn trainingsontbijtje. Twee eieren. Ze liggen achter hier erachter. Twee eieren. En maaltijd yoghurt met havervlokken en kaneel. Tot onze Donia die zit al te kijken. Heb ik? Hey, ja. He. Die denkt, ja, zo meteen is het ei geel weer voor mij. Ja, jammer. Nou, ik ga even eten en dan ga ik weg. Ik ben wel wat vroeger dan gisteren. Maar ik kan wel leren, ik voel of ik of er van alles over mij heen is gekomen. Maar ja, ik heb ook zo'n gekke. Iets geks, dus. In mijn hoofd. Dus ik ga even lekker trainen. Ik zie jullie later. Zo, goedemiddag. Ik ben weer thuis van het trainen. Ik ben een beetje moe. Ik heb vannacht, dat heb ik vanmorgen al verteld, maar ik heb vannacht zeer slecht geslapen. En er staat met de wind, ik ga dus echt niet fietsen vandaag. Ja, hou soms even naar de gamma. Maar dat is het dan ook. Ik heb vandaag mijn borst en mijn biceps gedaan. Chin-up heb ik gedaan. Het is dat je jezelf eventjes naar boven moet trekken. Op 64 kilo, dus ik word al sterker. De eerste keer was het op 68, nou bijna 72. En nu zit ik op 64. Ja, sit-ups heb ik gedaan. En dat was het een beetje. Dus, ik wens u een, ik zie u later. Een goede avond, we zijn alweer aangekomen bij... Wat eten we vanavond? Vanavond eten we hete kip. Met spersiebonen en rijst. Wat hebben we dan? Nou ja, in ieder geval kip. En zo'n ding van boem boem. Ayam Pakini. Miki Paniki. Ketchup. Ketchup Manus. En rijst. Dat is alles wat we nodig hebben. Er komt nog een schep suiker ook bij. Maar dat is echt wat we allemaal nodig hebben. Dus dat is niet veel. Ik ga even koken. Ik heb vandaag niet gefietst, want ik kan nu weer buiten laten zien. Wat een weer. Dan is het weer buiten. Een donkere dag ook eerst. Moeten kijken hoe die bal tekeer gaat daar. Niet normaal. Dus. Morgen, of goedenavond eigenlijk. Ik maak een grijtje geitje. Grapje. Nou. We zitten dan weer lekker aan tafel. En dan zet je de televisie aan en dan krijg je Kok Kranenburg. De man kan geen aardappel koken. En dan dat hangt bij een zwijntje met zo'n dat ken je heel goed. Ik ga ook nooit aan een wedstrijd meedoen met die gasten, want op een gegeven moment zou ik die toetertje in zijn reet steken. En tegen die Kranenburg zeggen van, ga jij eens even leren aardappel koken. Want het is het.
Dat restaurant van je, dat pop-up restaurant, dat met je dure rotzooi, dat is ook binnen 2 dagen was dat weg. Wat heb ik gemaakt? Ik heb hete kip gemaakt. Ja, hete kip met spersiebonen en rijst. Kijk, ziet er toch weer vezelig uit, hè? Dus, dit heb ik gemaakt, ja. Dus, ja, je zal wel denken, die gozer heeft overal op iedereen wat. Maar nou, die Gordon, die hebben ook weer heel lekker uitgehaald. Gordon Roos. Vond ik ben weggegaan omdat vroeger een drankprobleem heb. Nee, hij heeft een ander probleem. Dus, die man die... Nou ja, laat maar, want... Hij gaat toch uit met zingen. Hij gaat lekker koffie serveren in zijn restaurantje in Blaricum. Laat hij dat gaan doen. De krullenbol. En de cabaretier die gisteren bedoelde, die erop die had er gezegd van wie niet lid is van de PvdA is een fascist. Dat is Dolf Jansen. Huiskamervraagje. Was dat gisteren. Maar nee, ik ben helemaal klaar met die gasten. Ik ga lekker eten. Ik vrijdag bij dat afscheid van die tuin. Dat moet net heb ik al gezegd, ik trek me helemaal terug uit het dat soort openbare leven, want ik heb daar helemaal geen zin meer in en ik vind het ook veiliger ook. Dus ik heb vandaag lekker getraind. Ik dacht, nou, het zal wel kloten worden, want ik had heel slecht geslapen. Ik had wat in mijn hoofd en dat ging er niet meer uit. Dat werd heel groot. Maar ja, in ieder geval. Ik heb lekker getraind. Ik heb een borstje weer gedaan. Ik heb nog een beetje last van borsten. Dat ik zo dik ben geweest. Ik heb chin-up gedaan en dat valt me ook steeds makkelijker. Al is het maar 10 keer, maar 10 keer is genoeg. Voor de rest heb ik buikspieroefeningen gedaan en ik heb... wat heb ik nog meer gedaan eigenlijk? Ja, dan ben ik nog een beetje aan de klets geweest eigenlijk. En... Ja, ik moet even nadenken wat ik nog meer gedaan heb. Oh ja, ik heb mijn bicepjes gedaan. Dus, tadaa, hier als, hè? Kijk die trui niet meer aan. Kijk nou al niet, want het is nu een kort rokje. Dus, ik moet er wel aan lachen, al mijn kleding wordt te lang, of te, ja, het wordt echt te lang. Nou, vroeger werden ze te kort en nu worden ze te lang. Dus, ik ga even lekker rijden. En ik zie u morgen weer.